Ruben, vandaag is de E3 in Jarelbeke afgewerkt en een Deen heeft gewonnen. En die Deen heet Kasper Asgreen. Ja. Rijdt voor de Koninkwijkstep. Er zijn nog zekerheden in de koers. Het goede oude Vincere Insieme concept dat al sinds de Mapei-ploeg in de jaren 90 door de mannen van Patrick Lefevre in de markt wordt gezet. Dat werkt blijkbaar nog altijd perfect. De mannen van de Koning speelden het ploegenspel perfect. Begonnen er massaal aan op de Taaienberg op 80 kilometer van de streep en gaven het heft nooit meer uit handen. De oververdiende winnaar was de Deense kampioen, Kasper Asgreen. De Wolfpack wacht tot de Taaienberg, hun berg, om de koers open te breken. Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn mee. Maar van Aert heeft pech. Hij verliest veel energie door een lekke band. Zdeněk Stybar, de laatste winnaar van deze koers, maakt indruk. Maar hij houdt de benen stil voor Kasper Asgreen. Die is weg met nog 66 kilometer te gaan. Net wanneer Van Aert de kloof kan dichten, gaat Van der Poel achter Asgreen aan, maar niemand wil samenwerken. Op de Paterberg versnelt Van Aert, Stybar, Van Avermaat en Van der Poel zijn mee. De vier sluiten aan bij een groep met 6 en ze jagen nu met 10 op Asgreen. Op de Tiegenberg wacht Van Aert nog eens een kans. Ja. Zijn schaduw volgt. En nog een schaduw. Het zijn allemaal schaduwen. Wanneer Van der Poel overneemt, moet Van Aert passen. Oei. Van der Poel gaat erop. Het is jammer dat de benen leeg liepen op de tegen. Maar eigenlijk voelde ik me in de finale wel goed, dus ik zag het ook niet echt aankomen. Maar plots moest ik gaan zitten en was het game over. Asgreen ziet afbeuken tegen de wind, maar hij houdt stand tot 12 kilometer van de aankomst. En toch heeft hij nog een verrassing in petto, via een verkeerseiland in de laatste 4 kilometer. En daar zit inderdaad nog wel damp op, maar zit er voldoende damp op. De rest reageert te laat en Asgreen komt solo aan. I was not afraid to open up the race early. But to go solo for that long was not the plan, but yeah, in the end, when you're off the front, you just have to put your head down and make the most of it. Zijn teamgenoot Florian Sénéchal is tweede, Mathieu van der Poel derde. Ja, ik weet ook dat ik niet alles kan terughalen natuurlijk, dus ja, dat maakt het wel moeilijk, maar ik denk dat dit wel het hoogst haalbare was. Asgreen en Co lijken klaar voor de heilige week. En die van Jumbo-Visma en alle mannen die daarachter hangen. En het is nu echt wel met de bedoeling om de boel al eens goed uit elkaar te slingeren. Benoot. Benoot altijd wat lager dan Laporte. Benoot die moeite heeft. Van Aert die doortrekt en Asgreen. Asgreen is goed. Asgreen die volgt in het wiel van Laporte. Kung zit daar ook Stefan in de buurt. Stefan Kung inderdaad. Dan Stuyven. Ja. Mohoric. Ja, de betere schieten naar voren, maar er komt nog geen grote afscheiding daarachter. Søren Kra Andersen. En nu, het is nu wat we al zeiden, als je hier komt boven, nog eens kunt bijschakelen en doortrekken, dan heb je een kans. En Asgreen die beseft het gevaar, want ik mag die twee niet voor mij laten, dus ik ga maar naar dat wiel van Van Aert. Ja. En dan moet Laporte uit het rijtje, of is het Benoot? Of die gaat naar de andere kant? Ja, maar het probleem is nu, als je daar boven komt met deze 7, zit er nog eentje daar op links, is dat het zou kunnen Kra Andersen zijn. Het is nu Benoot die mee de oversteek maakt. Kung dan moet Kung ook voorbij op links, stuiven. Er ook voorbij. Nu allemaal op links. Het gootje in. En kijk wat er gebeurt. Kijk eens. En ze wisten het. Hier ligt het goed uit elkaar. Maar je mag het weten. Hè. Het is de wet van de sterkste. Het is gewoon de wet van de sterkste. We hebben er nog 5 over. 6, 7. Steven is mee. Mohoric is mee. Mm-hmm. Kung is mee. Van Aert, Benoot, Laporte. Asgreen, Kung. Mohoric. Mohoric en Stuyven. Ja, dat zijn ze. En hier achteraan... De dans van de stervende zwanen. Affini. Daar wordt Paasgens al voorbij gereden. Daar kan je wel in het gootje, Renaat.
Dat doen ze fantastisch natuurlijk, die mannen van Jumbo. De voorzet kwam van Benoot en dan Van Aert, die daar nu de controle heeft genomen op links. Mooi spandoek daar overigens daarnet langs de kant van de weg. Tisch van dat. Ja, en Girmay, die gaat op de kasseien gewoon naar het wiel van Van Aert en Laporte. Indrukwekkende Binyan Girmay. Voor mij de revelatie van het voorjaar. Hè? Ja, ja, absoluut. De revelatie van het voorjaar, hè. Ja, en ik acht hem tot veel in staat, maar dit zou ik hem niet doen. Nee, Jos, weet het, joh. Dit is nog de laag erbovenop. Ja, dat is nog een. Maar moet hier nu wel uit het wiel bij Van Aert en Laporte. We zijn nog niet boven, hè. Gaat zich nog eens op gang trekken. Maar dit is wel een ferme inspanning van Wout van Aert op de pater. De klokken worden geluid. En Laporte is de enige die volgt. Ja, en die gaan doorrijden. En dan hebben ze daar met Teunissen misschien. En met Benoot nog iemand die kan afstoppen. Het verschil is niet zo groot, maar het kan groot genoeg zijn. En er is geen enkele reden om niet door te rijden met die twee natuurlijk. Nog 42 kilometer. Mohoric, dat is harken naam op de erelijst. Durf ik nu al zeggen. Voilà, alsjeblieft. Dankjewel, alsjeblieft. We hebben dit samen voor elkaar gebracht. We hebben een nummer opgezet dat lang zal nazinderen. Oppassen dat toch Laporte niet net voorkomt. Hè? Want stel u voor dat je met te lachen en te... En te spelen een beetje, hè? Mm-hmm. Toch nog eens kijken naar dat wieltje. Laporte die zich een beetje inhoudt, bewust. Wout van Aert wint de E3 Harelbeke 2022 na een geweldig nummer met Christophe Laporte. Laporte won in Parijs-Nice, de eerste rit. Van Aert dus de E3 Harelbeke. En Van Aert is, zoals we hem ook verwachten, top. Absoluut de top. Wat we zagen in het openingsweekend moeten we dan toch niet zomaar wegvegen en vergeten. Hij is er nog altijd. En op Van Aert kan je altijd rekenen. Altijd. Maar op Laporte dus ook. Ja. Eerste sport, Katrien, wat was het genieten van de koers vandaag? Ja, prachtige wedstrijd, prachtig podium in Harelbeke, Wim. Wout van Aert heeft de E3 Classic gewonnen. Hij volgt op de erelijst zichzelf op na een meeslepende strijd tussen de tenoren. Wout van Aert, de Nederlander Mathieu van der Poel en de Sloveen Tadej Pogačar. Zij gingen met z'n drieën naar de streep. Van Aert maakte er een lange sprint van met succes. Van der Poel werd tweede, Pogačar derde. Het is voor Van Aert een deugddoende zege. Zijn eerste sinds vorig jaar augustus. Op de Taaienberg breken de taaisten der taaien de rest. Mathieu van der Poel waant zich op de Poggio en Wout van Aert probeert naar het wiel te kruipen. Pogačar keert met een fenomenale inspanning terug uit het niets. Hooguit 20 renners overleven de slag op de Taaienberg op 80 kilometer van de aankomst. De slijtageslag gaat verder tot er nog 6 overblijven. Van Aert en Van Hooijdonk, Van der Poel en Krauw Andersen en Pogačar en Mohoric. 3 duo's vooraan, 2 Jumbo's, 2 Alpecins en 2 Slovenen. Dat is nog te veel volk voor Pogačar, die naar boven knalt op de Paterberg. Wout van Aert heeft alle moeite van de wereld om aan te klampen. En het is nog maar het eerste laagje, want op de oude Kouaremond legt Pogačar er nog een ferm likje bovenop. Van Aert vecht, huilt en bidt. Maar hij dreigt te kapseizen. Maar het publiek schreeuwt hem weer naar voren. Pogačar is nog niet uitgepraat. Op de uitloper van de oude Kouaremond versnelt hij nog een keer, maar hij wordt gedwarsboomd door de motoren. Die motoren daar, klote boel, hè. Het is een droomfinale met Pogačar, Van der Poel en Van Aert rijden de grote drie samen naar de eindstreep van de E3. Van Aert wacht niet te lang om te sprinten. Van Aert die een half wieltje voor ligt, maar Van der Poel kan die nog eens komen. Nog een late versnelling van Mathieu van der Poel, of is het ooit Van Aert? Van Aert pakt hem met heel veel bravoure, wint hij E3 Harelbeke. Alsjeblieft.
De tweede zege op een rij voor Wout van Aert in de E3 Classic. 6 dagen na Milaan San Remo namen Van Aert, Van der Poel en Pogacar het dus opnieuw tegen elkaar op. In Italië was Van der Poel nog de beste, maar de E3 is een heel andere wedstrijd. Eén die veel lijkt op een van de grote doelen voor Van Aert dit jaar, de Ronde van Vlaanderen van komende week zondag. Daar kan Van Aert dus met veel vertrouwen naartoe leven, na de mooie zege in Haarlembeke. Ik denk dat ik in de sprint de sterkste was. We gingen gelijktijdig aan volgens mij. En, ik voelde snel dat ik de bovenhand had, maar het was wel nog ver. Tweede. Kan je ermee leven? Ja, zeker. Ik voelde me eigenlijk vrij goed vandaag. Misschien was ik iets te gretig onderweg, maar ik wou wel een lange en harde finale hebben om me eigen klaar te stomen voor volgende week. En ja, dat is zeker gelukt. Ja, yeah, great feelings today. It was a really nice race. And yeah, I had good feelings. So I'm really, yeah, I'm really happy with the result today. Ik denk dat het beste er gewoon af was tegen, bij mij tegen het einde. Ja, liever vandaag geklopt dan volgende week. Quarmont is the best climb for me, most suitable for me. It's the longest and yeah, there I can always try to be the best. But yeah, with Van der Poel and Wout Van Aert is yeah, it's a bit hard to drop them anywhere on any climb. Wat betekent dit nu voor de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld? Ja, ik moet je winnen naar het schijnt, dus we gaan dat allemaal proberen. Er is veel bewogen deze namiddag, denk ik, Astrid. Absoluut. Goedenavond. Die lang verwachte confrontatie tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, die is er geweest en die is uitgedraaid in het voordeel van de Nederlander. Klopt. Het was wel heel indrukwekkend, moeten we erbij zeggen. Mathieu van der Poel kan de E3 Saxo Classic liever toevoegen aan zijn palmares. De wereldkampioen gaf de concurrenten het nakijken en won met voorsprong. Wout van Aert had pech en schoof onderuit aan de voet van de Paterberg. Precies ook het moment dat Van der Poel zijn versnelling inzette op zo'n 43 kilometer van de aankomst. En weg was hij. Jasper Stuyven werd tweede. Van Aert moest zich uiteindelijk tevreden stellen met een derde plaats. De E3 is de Taaienberg, wordt vaak gezegd. Alert zijn is de boodschap met Jasper Stuyven voorin. En Van der Poel die gaat overnemen. Overnemen van Stuyven. Dit is één keer al de turbo opentrekken. Nog 80 kilometer in de kaarten liggen op tafel. Er vormt zich een elitegroep met naast Van der Poel en Van Aert onder meer de ploegmaat Stuyven en Pedersen, Girmay en Welles. Van der Poel blijft de anderen onder druk zetten. Hij lijkt te spelen met de tegenstand, maar het is nog vroeg. Even voor de Paterberg verdappert de Spaanse kampioen Oyer Lascano. Hij begint met een kleine voorsprong aan de Paterberg. Oei, een valpartij. Wout van Aert die daar valt. Wout van Aert valt daar in het gootje tegen de grond. Terwijl Van Aert weer recht kruipt, is er voor in een versnelling van Mathieu van der Poel. Van der Poel die nu doortrekt op de Paterberg en iedereen en alles het nakijken geeft. Van der Poel met een enorme inspanning. Van der Poel begint aan zijn tijdrit van ruim 40 kilometer richting Haarlembeke. Wout van Aert sluit intussen weer aan bij de achtervolgers. Van Aert toont dat hij zich goed voelt en gaat alleen in de achtervolging. Wat een mooi prestigeduel wordt hier uitgevochten. Van Aert komt tot op 11 seconden van Van der Poel, maar op de Karnemelkbeekstraat breekt de weer. Nog 30 kilometer, de winnaar is bekend. Daarachter springt Jasper Stuyven weg bij zijn mede-achtervolgers Girmay, Welles, Narváez en Jurgensen. Stuyven komt bij Van Aert en samen rijden ze richting ereplaatsen op het podium. Op anderhalve minuut van de autoritaire winnaar. Kolonel Van der Poel wint een prachtige koers recht op de trappers en even salueren. De strijd voor de tweede plaats is er niet echt één. Jasper Stuyven komt voor een getekende Wout van Aert over de finish.
Ja, Wout van Aert baalt na die ongelukkige val. Pijnlijke val, dat ook. Afwachten hoe snel hij daarvan kan recupereren. Onder andere richting de Ronde van Vlaanderen volgende week. Terwijl Mathieu van der Poel alleen maar tevreden kan terugblikken op zijn prestatie van vandaag. Maar het is toch wel een zege die enorm veel deugd doet. E3 stond nog niet op mijn lijstje, dus ik ben heel blij. Zeker de manier waarop ik kan alleen maar tevreden zijn. Genieten vandaag. Kan je het samenvatten, hoe je je overwinning hebt gerealiseerd? Nee, het is te veel, denk ik. Hoe happy ben je met zo'n tweede plek? Oh ja, ik denk dat ik vooral in de eerste plaats blij ben om weer een mooie finale te rijden. Zeker in E3, toch een lastige wedstrijd. En ja, uiteraard, Mathieu degradeert ons misschien wel een beetje. Maar ik ben zeer tevreden met die tweede plaats. Hoe bepalend was de val? Ja, voor mij alles bepalend hoe dat de rest van de koers eruit zag natuurlijk. Het kostte wel veel krachten om daarna terug te vechten. En ja, dan kwam ik alleen achter Mathieu te zitten. En dat leek even gelijk op te gaan, maar ik kon de kloof niet dicht. Voel je ergens iets? Ja, ik heb nu wel wat pijn om mijn elleboog. Ja, de volledige rechtse kant is al goed stijf, dus ik zal het maar nakijken. Mogen we hier conclusies uit trekken voor het vervolg van het voorjaar? Oh, nee, ik doe dat nooit. Ook als ik niet goed ben, doe ik dat niet. Als ik goed ben, doe ik dat ook niet. Ik denk, elke wedstrijd moet opnieuw gereden worden. En ik kan alleen maar tevreden zijn met het niveau dat ik zelf al. Naar Christophe van de Goor dan in Harelbeke. Ja, Christophe, binnen een dikke week, Ronde van Vlaanderen. Volgens Mathieu, hij zei het net zelf, mogen we nog geen conclusies trekken. Maar kan Van Aert op een week tijd genoeg beter worden om op dat bijna buitenaardse niveau van Van der Poel te geraken? Wel, Astrid, het was zijn eerste wedstrijd na de hoogtestage. Daarop heeft hij goed gereageerd, want dat was eigenlijk de beste na Mathieu van der Poel. Wanneer ben je op je best na zo'n hoogtestage? Dag 2 of 3, dat was vandaag. Nadien krijg je een dipje, vandaar ook dat hij Wevelgem niet rijdt zondag. En opnieuw top, normaliter, vanaf dag 10. Dat is de Ronde van Vlaanderen. Dus hij moet vasthouden, vertrouwen op dat plan. Je ziet toch wel dat hij op de Quaremont ook nog eens van de tegenstand kan wegrijden nadat hij gevallen is. En onderschat dat niet. Hè. Steile helling, Vlaamse Ardennen, je valt terug op die fiets klauteren. Bent uit het ritme, opnieuw voorbij dat groepje rijden en dan nog eens aanvallen. Dat getuigt echt wel van fysieke, maar ook mentale kracht bij Van Aert. Oké. Je ziet op die hellingen dat hij net een paar meter iedere keer moet prijsgeven. Op de iets explosievere Mathieu van der Poel, dat is waar. Van Aert was vandaag, denk ik, op zoek naar een teken, naar duidelijkheid. Ben ik op niveau om competitief te zijn voor die overwinning in Vlaanderen en Roubaix? Ik denk wel dat het antwoord daar ja mag op zijn. Al te grote conclusies door die val mogen we verder niet trekken, denk ik, in het geval van Wout van Aert. Oké, die andere hoofdrolspeler dan. Geen idee of het enigszins mogelijk is, maar hoe kan Van der Poel in deze vorm geklopt worden? Moeilijk, hè? Je ziet heel goed dat hij de meest explosieve renner is vandaag tot 4 keer toe. Op de Taaienberg, op de Bonjeberg, op de Stationstraat, finaal op de Paterberg. Hij blijft langer op die trappers staan bergop dan de rest. Hij breekt bijna letterlijk zijn tegenstand. Hij kan ook nog eens tijd rijden. En je ziet, Astrid, dat hij zelfs de zaken omdraait. Hij heeft geen ploegmaat nodig. In de laatste 60 kilometer, denk ik, geen ploegmaat van Van der Poel gezien. Maar de actie, het initiatief, wel die dingen die komen van hem. Hij zet de tegenstand onder druk. Hij neemt de koers in handen en draait die rollen om. En het mentale aspect, dat mogen we ook niet onderschatten stilaan. Het is de wereldkampioen. De tegenstand voelt ook nadat hij zo'n geweldig palmares al heeft uitgebouwd. Nog altijd aan het uitbouwen is. Oké, het is hier wel wereldkampioen Van der Poel die aanvalt in, die demareert. Misschien, we gaan het wel proberen, maar misschien moeten wij rekening gaan houden met ereplaatsen. En de conclusie van vandaag is wel dat Van der Poel en Van Aert enerzijds en de tegenstand anderzijds, wel de kloof daartussen, die is zeker niet kleiner geworden. Integendeel. En een aantal ploegen, waaronder de Belgische Lotto en Quickstep ploeg, die zullen toch even achter de oren krabben, Astrid. Lotto Destiny alleen met Brent van Moer op de afspraak en bij Soudal Quickstep 2 renners in de top 50. In een domein dat zij tot voor kort helemaal beheersten. Afwachten wat het geeft. We hebben nog iets meer dan een week. Dankjewel, Christophe, daar in Harelbeke.